Dit is het Plantarium 2011. Internationale vakbeurs voor de boomkwekerij in Boskoop Hazerswoude. Een vakbeurs waar duizenden bezoekers uit binnen- en buitenland komen om zich te informeren over de nieuwste ontwikkelingen op boomkwekerijgebied. Wat gaan we hier doen? U laat dus de ontwikkelingen laten we zien, concepten, plantjes groot en klein voor terras, voor balkon en in uw eigen tuin. Nou, meneer, gefeliciteerd met de eerste prijs. Dank u wel. Wat heeft u gedaan om te winnen? Wat heb ik te winnen? Gewoon een mooie stand gebouwd. En wij verkopen al jarenlang waterplanten. En het belangrijkste wat wij gedaan hebben is aan de consumenten en aan de klanten laten zien wat je met waterplanten nog meer kunt doen dan alleen in een vijver. Dus vooral de terrasvijvers. En wat is zo bijzonder aan uw planten? Wat bijzonder is, waterplanten is iets heel leuks. Alleen mensen denken altijd gelijk aan een vijver. Je krijgt steeds meer mensen met wat kleinere tuintjes of balkonnetjes. En daar hebben we nu dus deze producten die hier rondom gepresenteerd staan. Laten we zien dat je dus ook met waterplanten iets kunt doen zonder vijver. Maar vervelen jullie je niet? Nee, want we zijn aan het rondlopen en spullen verzamelen. We hebben wel heel veel pennen vooral. Vind je het leuk om hier te zijn? Ja, ik vind het heel mooi. Ik vind het prachtig. Ik begrijp niet dat er zulke mooie bomen kunnen zijn. Er zijn zulke mooie planten. Nou, gefeliciteerd met de eerste prijs. Wat heeft u nu gewonnen? Wij hebben de prijs voor beste nieuwigheid gewonnen van Plantarium 2011. Met deze Buddleia Lilac Chip. Het is een compacte vlinderstruik die maar 50 tot 60 centimeter hoog wordt in de tuin. En met heel veel bloemen, zeer bloeierijk. Zaait niet uit, wat betekent dat hij geen zaden maakt die de tuin vervuilen. Kunt u mij iets vertellen over het internationale karakter van het plantarium? Absoluut. Ik denk dat de ontwikkeling van het plantarium zeker de laatste jaren enorm zijn. En daardoor veroveren we ons ook een plekje op de internationale beurzenmarkt. Plantarium heeft daar zijn naam goed gevestigd. Er zijn van de 320 deelnemers 62 buitenlandse deelnemers. En dan uit 15 verschillende landen. Dus dat laat ook wel zien dat wij als centrum hier toch heel hoog scoren, ook in het buitenland. Ja. En de verkoop vandaag, hoe gaat dat? Nou, als ik zo om me heen kijk, dan denk ik dat de standhouders een uitstekende verkoop hebben. En hun plantjes bij een heel leuk publiek onder de aandacht kunnen brengen. En u heeft mooie planten gekocht, zie ik. Zij heeft ze gekocht, ik mag ze dragen. Echt?